Wie ben je en wat doe je? Ik ben Frank Machtelijs. Ik werk bij de NVM als in de webcare. Mm-hmm. En wij geven hier op het NVM-congres een demonstratie over Cousteau. Ja, Cousteau. Big data. Ja, dus daar gebruik je eigenlijk voor sentimentanalyse en voor webcare ondersteuning en dat soort dingen. En Cousteau is een bedrijf uit Nederland, hè? Het is een bedrijf uit Eindhoven, ja. En die heeft dit in de markt gezet en die gaat nu wereldwijd. Dus we zitten in ieder geval al in Europa. Ja. Nou, laat zien. Je was er enthousiast over. Ja, je kan dus typisch wat in. Stel je voor dat we nu zeggen, we gaan vacatures zoeken in Amsterdam. Ja. Dan moet ik wel goed typen. Vacatures Amsterdam. Laat eens zien. Daar komt hij. Hij gaat nu laten zien dat er bijna 15.000 berichten zijn in de afgelopen maand. Oh ja. Met het woord 4% positief en... En we zien dat hieronder staan de berichten zelf. Dus we zien hier dat je part-time verpleegkundig wordt gevraagd. Een engineer, manager, weer die verpleegkundige. Ja, en wat voor bronnen pakt hij allemaal aan? Hij zien welke bronnen die heeft. Ja, dit zijn de bronnen. Kijk eens even aan. Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Zelfs Hives, Instagram, Pinterest. En overal zoekt hij daarin. Maar wie zoekt die nou in Facebook? Jouw relaties, de relaties van de NVM? Of heb je een aantal accounts die je daarin op kan geven? Of alle publieke data in Facebook? Twitter is open, maar Facebook is gesloten. En LinkedIn, hoe doet hij dat? Nou, Facebook is ook open. Dus, ja, voor de helft van de mensen staat het gewoon open. En daar kan hij gewoon in, in zoeken. Dan heb je ook de webcam-module, laten zien. Ja, dat is heel leuk. Dat is deze, die engagement. Ja. En dan komen dan de berichten binnen. Je ziet hier de mensen die toevallig op dit congres aanwezig zijn. Ja. En daar kan ik dan een actie aan koppelen. Dus ik kan hem doorsturen naar een collega. Of ik kan het weggooien. Deze die gooi ik bijvoorbeeld weg. Ja, en je hebt hier webcare waar je al die verschillende platformen allemaal tegelijkertijd kan behandelen. En aan verleden collega's kunt doorsturen. En jij gebruikt dit voor de hele NVM. Ik gebruik dit voor de NVM, ja. Ja. Dat ging natuurlijk... Kijk eens aan, een geweldige gastspreker en een geweldige voorzitter. Ik ben benieuwd, wie zou die... Er staat niet bij wie die spreker was. Dat klopt, ja, dat zou kunnen. Dan moeten we erop inzoomen, hè. Maar, ja, dan gaan we eens even kijken. Maar wat is dit? Dit is een dashboard. Dus hier een dashboard kun je gewoon configureren met alle informatie die je wil. In dit geval Twitter met alles erop en eraan. In 1 minuut geconfigureerd. In 1 minuut geconfigureerd. Kijk eens aan. Dit is ideaal voor calamiteiten. Als er een overheid calamiteit heeft en je doet de zoekopdracht aardbeving Groningen. Ja, jullie overkomt niks meer eigenlijk. Nee, niet op dit gebied, nee. Oké, en deze tool, die kun je ook aanbevelen? Dat is een goede tool? Ja, vooral de open versie, die is zeker voor de MKB'er. En iedereen kan hem gebruiken. Ja. En wat zijn de limitaties dan van een gratis versie? Dat is de periode dat je terug kan gaan en er zit geen webcam in. En het aantal zoekopdrachten moet je beperken tot 3 of 4. Oké, dankjewel.